Dus jij dacht in 4 maanden tijd een WK tijdrijden. Ja, en dat is dan de houding waar ik zo'n 4 maanden in gelegen heb, zeg maar. Ja, en voel je alles nog naar beneden? Nee, nou ja, inmiddels al wel weer een beetje. Vinden ze thuis ook Hoe lang ben je al thuis? Maar ja, jij hebt de uitdaging aangegaan. Jij bent dus 4 maanden knetterhard gaan trainen om uiteindelijk mee te doen aan het WK tijdrijden. Ja. En het doel was om niet als laatste te eindigen. Ja. Dan denk ik, van wie komt het idioot idee? Ja, dat vroeg ik mezelf ook af. Ik ben in het begin denk ik 6 keer gevraagd. Heb ik 6 keer nee gezegd. Van dat ben ik gek en daar heb ik geen tijd voor. En wat denk je zelf? En toen zijn ze zo slim geweest. Want het is een programma wat er al in België was. Wat ze graag in Nederland ook wilden hebben. Toen tijd van je leven? Ja, tijd van ons leven. En toen zijn ze zo slim geweest om dat naar mijn eigen omroep te brengen. En toen zat ik vast. Dat was een klem. En toen zei je bent erin geluisterd. Nou, een beetje wel. Ja, Dominique die zei, fantastisch programma, maar niet met Jim van Bakken, met jou. Maar dat snap ik dan wel weer. Maar hoe kun je denken dat je in 4 maanden dat kan bereiken wat een topsporter, waar die jaren over doet, waar die alles voor laat en alles voor geeft. Waarom denk je dat, dat kan? Ja, dat is ook denk ik wel... Dat is ook wel heel ingewikkeld. Alhoewel, het is dat natuurlijk niet laatste worden. Hè? Mm-hmm. En ik deed het samen met Shatila van Grinsve. Dat is een voormalig topbasketbalster. Dus dat was een topsporter. Daar heb ik ook van tevoren ook wel even mee gesproken van... Heeft dit eigenlijk wel zin? Toen kwamen we samen tot de conclusie dat het eigenlijk niet zo was. Want het kan ook helemaal niet, namelijk. Je kunt niet in 4 maanden tijd een topsporter worden. En zij dan misschien nog wel, omdat ze al die achtergrond heeft. Maar ik dan dus niet. Maar de uitdaging is natuurlijk wel, want ik vind sporten altijd wel leuk. Deed ik ook al wel best wel fanatiek. Maar ik ging nooit dat grensje over. Nee. Als bij mij pijn ging doen, dan vond ik het mooi geweest. Het sporten was wel leuk, maar moest wel leuk blijven. Ja, beetje mooi boy dus. Ja, proberen. En hiermee ben ik natuurlijk wel met de begeleiding, professionele begeleiding die ik daarbij kreeg, kon ik mezelf wel een keertje dwingen om die grens over te gaan. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Over de pijn lijden, maar we hebben daar natuurlijk gewoon de wereldkampioenen zitten. 2 weken geleden wereldkampioen geworden tijdrijden. Ellen, kom maar even bij Ellen. En je krijgt een groot applaus. Want Ellen, we hebben het steeds over Annemiek van Vleuten hier en daar. Maar wat jij hebt gedaan is ook echt fantastisch. Kom een beetje in het licht staan, want jij bent voor de 3e keer wereldkampioen tijdrijder geworden. Op deze fiets. Dit is hem. En maar dit is een hele onnatuurlijke houding. Want hoe kun je nou zo lang zo zitten? Ja, dat is nergens goed voor. Nee. Voor niemand, niet behalve om hard te gaan. Maar voor de rest gaat alles pijn doen. Je schouders, je armen, je zitvlak, je rug, je hamstrings, je benen, je billen. Noem het maar op. Het is wel een redelijke hel, ja. Ja, want je gaat eigenlijk continu in een cadans op een van de zwaarste stukken. Maar in Australië, moeten we even zeggen, normaal ga je toch heel vaak gewoon vlak. Ja. Maar in Australië waren we allemaal hobbels. Ja, veel was bergop, bergaf, veel bochten. Rutger kan er over meepraten. Ja, dat kan ik over mee praten, je ligt natuurlijk eigenlijk in dat stuur. Dus je moet continu in het stuur, uit het stuur, aanzetten, remmen. Ja, want dat vind ik echt het meest opzienbare van en het respect wat ik dus heb gekregen voor Ellen en voor degene die dit allemaal doen. Niet alleen dat je gewoon constant door die pijn gaat, maar dat je ook, wat ik vond het ook gewoon heel eng. Ja. Dus als ik zat dan op dat ding en dan gingen we een heuveltje af. Nou, je zit zomaar op 60, 70 kilometer per uur. En moet je zo blijven. En dan moet je dus zo zitten. Maar je remmen zitten dus hier. Het beste is om naar beneden te kijken. Dus om niet te zien waar je naartoe gaat. Oh, ik heb wel de tijd verkeerd Laat eens zien hoe zit je dan. Daar zit de trainer, daar gaan we straks af. Hoe zit jij? Laat eens even zien. Ik? Ja. Heb je toch al gezien? Gewoon even kijken. Je wil het gewoon, graag. Zo, dit. En met je blik naar beneden. Het kan wel verbeterd worden, hoor. Als je naar dat kopje even zo... Ja, dat wist ik, ja. Dat wist ik. Dan gaan we even kijken hoe jij deed. Kunnen we in 4 maanden tijd echte tijdrijders worden? Dit is de tijd van ons leven. Oh, fucking. Iemand die nog nooit een tijdrit heeft gereden... die gaat hallucineren, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Je moet een beetje gestoord zijn... Want tijdrijden is pijn lijden. En dan ben je toch gestoord als je een uur lang pijn gaat lijden. Het doet zo'n pijn dat er iemand binnenin je roept stop. Je bent als een idioot bezig. En je moet niet stoppen. Je stopt op de streep. En dan heb je een hartslag van, veel zeggen, 210. Dat is niet goed hoor, als je dat doet. Thomas, jij zit hiernaar te kijken. Je kijkt naar Rutger en je denkt, het is gewoon een gekkie. Ja, het slaat helemaal nergens op. Ik vind het supercool dat hij het heeft geprobeerd. Ja, ik weet niet of het is gelukt natuurlijk. Nee, dat maar houden we spannend even nog. Ja, maar hoe kijken jullie überhaupt eraan? Dat iemand denkt, nou, in vier maanden ga ik... Dat is hartstikke leuk. Om iets te gaan doen wat uiteindelijk misschien wel niet bij je past... of wat je anders nooit had gekozen.
En ja, ik ken Rutger al best wel lang. En ik heb hem jarenlang geleden een keer bij een wielerkoers meegemaakt in Zwitserland. En ik weet zeker dat hij toen niet had gedacht dat hij dit ooit ging doen. Nee, dus, zeker niet. Nee. Nou, we hebben nog een fotootje van die tijd. Ja, daar zit ik iets anders bij. Ja. Want je bent veel afgevallen met trainen, maar dit is het. Ja. Kijk, hé, daar is hij hoor. Ja. Ja, wat knappe gozer, hè? Ja. Ja. Ja, dat is altijd bijgebleven. Dus maar, veel, nee, er is eigenlijk altijd hoop. Ja. Ja, maar dat vind ik ook wel het leuke aan dit programma. Dat je dus mensen zien dat je... Ik ben best wel ook wel ver gekomen. Ik zeg niks over het einde, maar door de uitzending heen heb ik wel stapjes gemaakt. Daar gaat Jim straks alles over vertellen. Nou, vertel maar, hoe Jim. Goed ik dat deed. Stapjes. Ja. Nee. Ja, behoorlijk verbeterd, ja. Ja, het was een uitdaging voor je, want je krijgt natuurlijk... Ja, Shatila is topsporter geweest, maar zo'n Rutger, wat moet je ermee? Nou ja, dat was ook mijn eerste vraag. Maar hebben ze dan 7 keer gevraagd om mee te doen? Nee, het is het hele proces. En dat is heel leuk. Waar moet je het meest op letten? Wat is echt het zwaarste? Uiteindelijk het rijden met de tijdritfiets. Dus de meeste mensen denken van ja, die vermogens eigenlijk gaan fietsen. Dus of fysiologisch, lichamelijk heel goed worden. Ja. Maar eigenlijk gaat het veel meer om dat je in die houding kan blijven fietsen. Want hoe mentaal is het, Ellen? Ja, enorm. Inderdaad, het fysieke is belangrijk. Maar het koppie moet het toch doen, denk ik. Want ja, tijdrijden is eigenlijk gewoon... ik had het net in de auto over met mijn vriend. Het is eigenlijk gewoon zo lang mogelijk niet zeiken. Gewoon door blijven gaan. Gewoon alles doet pijn, alles is verschrikkelijk. Maar je moet er niet aan denken. En je moet je gedachten verzetten en daar doorheen gaan. Nou ja, je wil het. Ik heb dus ook gewerkt, je wil het helemaal niet. Dus op het moment dat je begint en je gaat zo racen, dan denk je, ben je alleen maar bezig met hoe kom ik hier af? Wat kan ik bedenken? Ik zal toch wel ergens pijn doen of zo. Of ik zal toch wel iets hebben of zo. Wat mij dan wel opviel, is dat je dat dan toch niet doet. Je gaat wel door. Want wat was het zwaarste moment? Nou ja, als we dus steeds die testen gingen doen. Hè? Als we dus het moment daar was om het te laten zien of je stappen had gemaakt. En natuurlijk de grote finale. Ja, maar is er een moment geweest dat je dacht, nee, laat me zitten. Ja, vooral op die momenten. Kijk, ik vind het fietsen heb ik eigenlijk als heel leuk ervaren. Vond ik echt heel leuk. En vooral de wat langere ritten vond ik echt te gek. Maar dat echte pijnlijden. Ja, ik denk dat er... En dan moet ik ook dus aan Ellen denken. Ja, waar heb je zin in, joh? Ja, moet je daarvoor geboren zijn eigenlijk, Thomas? Ja. Om pijn te kunnen lijden? Ik vond lijden altijd heel fijn. Ja. Ja, op heel veel vlakken ook. Dat is misschien wel jammer. Okay. Maar tijdrijden is natuurlijk het ultieme lijden. Je rijdt eigenlijk constant tegen die grens aan, wat je zo lang mogelijk kan volhouden. En in die tijd was aerodynamica nog een beetje anders, zoals je ziet. Nu zitten mensen heel anders op de tijdenfiets en wordt er ook veel meer op getraind dan toen. Maar het was wel mijn specialisme toen ik jong was. En dat was vooral omdat ik er heel goed in was. Bij de junioren, amateurs, in het begin bij de profs. Dus dan vind je het ook al snel leuk. Maar nu is het echt een vak apart geworden en gaan ze steeds verder. Maar de basis van dit alles is lijden. Maar hoeveel trainingsuren, Ellen, moet je eigenlijk erin steken om, nou ja, net als jij, wereldkampioen te worden? Los van alle andere dingen die natuurlijk nog belangrijk zijn. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar trainings, zeg maar, qua fietsuren zit ik sommige weken, in de grootste weken, 30 uur op de fiets. En sommige weken maar 15 of zo, als je rustigere weken hebt. 30, ja? Ja, dat is wel het maximaal wat ik op de fiets zit dan, ja. Per week. En jij? Ja, ik vond al dat ik met 13, 14 al echt wel... jij had nog meer te doen. Ja, maar jouw lichaam kan dat natuurlijk ook niet aan. Hij kan wel 30 uur gaan trainen, omdat dat de allerbeste in de wereld dat doet. Maar dat word jij er slechter van. Ja, precies. Ja, dat zei Jim ook altijd. Ja, moet je opbouwen. Anders had je het natuurlijk wel gedaan. Nou, ja, zeker. Ja. Nou, ik ben er wel ik was wel fanatiek. Je was heel fanatiek, ja. Opvallend fanatiek. Ja. Nou, ik heb jouw beentjes gezien toen we een keer samen gingen fietsen. Ja, ja. Je zag er echt scherp uit. Nou, kijk. Nou. Hey, lekker dit. Jim, neem ons eens mee in zo'n training. Hij zegt 13, 14 uur, dat is aan de magere kant. Ja, nee, maar we zijn begonnen met, ik denk dat de eerste week 4 uur was. 4, 5 uur met trainingen van een uur. En dan moeten we gaan kijken van... Nou, in het begin had ik heel veel lichamelijke problemen. Want volgens mij heb ik de 5 uur nooit... Volgens mij was meer, hoor. Maar volgens mij begon het niet veel meer. Maar ook trainingen van maar een uur, bijvoorbeeld. Ja. En uiteindelijk reed je trainingen van 4 uur. Ja.
Ja. Ellen, het is... Ja? Je boekt wel snel progressie natuurlijk, dat is hartstikke nee, leuk. Ja. 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 Dat, ja, maar jullie zijn elkaar toch ook nog tegengekomen? Dat klopt, ja. Op de nationale kampioenschappen in juni was dat. En toen vroeg je mij, van, denk je dat ik het ga redden? Toen zei ik, nou, heb je al een beetje gefietst? Ja. Toen zei je, nee, ik heb nog nooit op mijn racefiets gezeten. Toen dacht ik, nou, succes ermee. Ik kon je lachen niet inhouden, nee. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Ja. Nee, want over het deelnemersveld gesproken bij het WK, hoe zit dat dan bij die mannen? Want ik geloof dat ze uit alle landen natuurlijk komen. Maar ja, klopt. Dus types die niet heel goed zijn. Nee. Dus de laatste die zijn wel wat, die zijn wel echt een heel stuk langzamer. Ja, dat is vaak ook een beetje gewoon om de ontwikkeling of de breedte sport te stimuleren en ook alle landen een kans te geven en daaraan mee te laten doen. Dus bijvoorbeeld bij de dames, de laatste die kwamen uit Pakistan en die reden ook echt met een burka en die reden 30 gemiddeld, geloof ik nou. Dat... En jij? 30 gemiddeld? Zeg ik niet. Zet je er onder of boven? Dat kun je misschien wel zeggen. Nee, dat kan ik echt de niet onder dus. Nee. Nou, als je daar niet boven zit... op zo'n fiets, dan... Dat zat ik wel boven. Ik heb wel twee weekjes met Thomas in huis gezeten. Toen ging ik als een speer. Had hij de lade opengetrokken? Ja. Nou ja, meer de koelkast, toch? De koelkast, ja. Oké, maar we hebben het over mentaal spel. En hoe hard kun je uiteindelijk op zo'n tijdrijd fietsen, Thomas? Hoe hard gaan jullie gemiddeld? Nou, ik denk, dat ligt echt aan het parcours. Ik weet niet, wat had jij gemiddeld op het WK? Ja, nu 46. 46. Ja. Dat kwam ook omdat het best wel draaien en keren op en af. Ja. Je hebt tijdritten waar ze tegen de 60 gemiddeld rijden. Maar meestal is het zo rond de 50 km per uur. Wat rij jij over een uurtje op de baan? 52-2. Ja. Netjes. Vond jouw familie het ook leuk? Ja, ik kan het niet. Het heeft wel echt zo zijn impact gehad, ja. Want alles stond wel bij mij nu in het teken van het fietsen. En het staat al vaak in het teken van ons werk, ook van mijn vrouw. En nu kwam dat fietsen daar eigenlijk nog eens een keer bij. Dus als wij op vakantie gingen ook, dan moest ook... dan was ik soms 5-6 uur weg en dan kon het hele gezin niet naar het strand. Oh, ja. Ze hebben wel een beetje geleden. Maar ja, mijn vrouw... toch wel naar het strand? Of moesten ja, ze echt maar dan wilden ze toch op papa wachten, ja. Oh, ja. Okay. Maar mijn vrouw die zei wel van... Heeft geen rijbewijs. Ja. Maar die heeft het wel te doen met de partners van. Ja, van, nou, dat kan die groeien daar natuurlijk ook langzaam in, vaak. Ja. Denk je dat hij het gaat redden? Ja, we zouden even de uitslag moeten bekijken. Je mocht niet laatst worden. Nee, ik mag niet laatst worden, nee. Ik heb het net gecheckt. De laatste was 20 minuten langzaam, 19 minuten langzamer dan de eerste. Ah, nou, die kun je hebben, Rutger. Dan heeft hij het gehaald. Oh, niet verklappen. Nee. We weten het nog niet. Het programma is namelijk vanaf vrijdag te zien om 9:30 op NPO 1. Dank jullie wel.